Peter Uballa, gefeliciteerd met het eerste punt. Voelt het een beetje als een overwinning misschien? Ja, de eerste helft was niet goed van ons. Daarmee heb ik gekozen voor 4-2-3-1. Ik vond het centrum een beetje open. We hebben Aschaban Manning niet zo aan de bal gekregen. We zijn alleen afgezakt een beetje, niet zo baldruk gezet. Dat was een beetje, ja, misschien voor mij niet zo'n goede idee. Maar op de andere kant hebben we het gecorrigeerd. In de rust. Heeft in moed ook nogmaal gesproken. En met een echte positie 6 met Julian, die een hele goede wedstrijd gespeeld heeft in de tweede helft. En we konden maar toch een beetje anders doen. Nou, kun je zeggen dat de invallers misschien wel het verschil gemaakt hebben vandaag ook? Afgezien van de goal natuurlijk van Reggie. Ja, ik vind het hele team heeft het verschil gedaan. Maar natuurlijk tactisch gezien, Mikael was 1-1 de wissel. Maar hij heeft heel veel power nog naar voren gebracht. En ja, Julian was, was de beste speler van ons in de tweede helft. En zo was de wissels goed. Maar en voor de tempo en voor de passie en voor de vechtlust hebben ze echt alles gedaan. Voor een nog niet complete team en voor een team die drubbel voor drubbel iedere dag een nieuwe speler komt, daar was het natuurlijk heel goed. Ja, want een van die nieuwe spelers was eigenlijk nog geen 24 uur in Nijmegen, de doelman Joris Del. Wat was voor jou de afweging om hem wel te laten spelen terwijl hij eigenlijk nog geen enkele keer echt heeft mee kunnen trainen? Nou, omdat ik gisteren gezien heb, ik heb direct gezien dat hij heeft gecommuniceerd met de jongens. Hij komt binnen en is een kerel en heeft gisteren heeft hij een goede training gedaan. En het was eigenlijk, het was gevoel. We hebben een goede doelmangroep met een top doelmancoach. Maar gisteren was mijn gevoel, oké, Joris moet spelen. En dan doet hij direct een big save, denk ik, in de 17 of 18 minuut. Ja, en voor één dag was dat natuurlijk een goede prestatie van hem. Je had het net over passie, vuur, er vol voor gaan. Dat zien we ook langs de lijn bij jou. Dat gaat ook over op je spelers. Na afloop van de wedstrijd was er ook iets nieuws voor ons in de Goffert. Een rondo. Wat was dat precies? Wat deden jullie daar? Nou, ik heb gezegd, op Engels heb ik, in Engels en Nederlands heb ik gezegd, ik ben heel trots op de tweede helft. En dat we als team niet uit elkaar gevlogen zijn. Dat we echt met passie nog verder gespeeld hebben. Dat nog niet alles lukken kan. Ne? Als je een dribbelteam hebt iedere dag, dat is helder. Maar ik was echt trots op die jongens. Dat ze het echt goed gedaan hebben. En ook die wisselspelers die alle binnengekomen zijn. En nu is dat gevoel goed. Omdat Peck en dat compliment aan Peck en Ron een heel goede team is. En daarvoor. En dat heb ik gezegd. Omdat ik heel veel communiceer met de spelers. En dat was mijn idee. Zo op dit mentale teamproces heel veel werken deze week. En de laatste weken ook. Zeggen ze dat in Duitsland ook? Een goed begin is het halve werk? Nog een keer? Een goed begin is het halve werk. Zeggen ze dat in Duitsland ook? Ja, guter Beginn ist, ja, ich denke, das ist internationale Philosophie, die ist auch in Deutschland, wir sehen ja Bürmann, aber ich war allein trotz auf die Jungs, dass sie echt noch gefochten haben und dass jeder gesehen hat, weet je, da kommt noch ein Pack, kommt noch Nederland binnen und echt goede Spelers und wir haben da tegen de bal en aan de bal hebben goed werk gedaan en je moet auch nach so einer ersten Hälfte terugkommen, das ist auch eine Kracht von dem Team. En ik hoop dat we nu snel en snel meer trainen en dat het goed komt. Gefeliciteerd bij het eerste punt, dankjewel. Dank je.